iets waar ik eigenlijk niet zonder kan. Koffie. Mijn favoriete drankje op kantoor, ja, misschien niet al afgezaagd, maar dat is koffie. Het is gewoon lekker om de dag mee te beginnen. Mijn favoriete drankje op kantoor is koffie. Dat is mijn dagstart. Eigenlijk, ik kom zelf uit de zorg. En ik wil eigenlijk ook met de zorg verbonden blijven. En ik denk dat daar ook mijn kracht ligt, omdat ik weet wat de klanten nodig hebben en wat de ZZP's meemaken op de werkvloer. Omdat ik iets wil bijdragen aan de maatschappij. Ja, en dat kun je natuurlijk het beste doen in de zorg, in mijn ogen. Ik heb voor PIT gekozen omdat er een familielid van mij al 5 jaar in de zorginstelling woont. Nadat mijn zoon wat zelfstandiger is geworden, dus de leeftijd van 12, ben ik rond gaan kijken. En dan wil ik graag iets voor de zorg gaan betekenen. Dit was niet voor mij weggelegd op de werkvloer, maar wel op een vestiging van PIT, waarin ik als vestigingsmedewerker toch een bijdrage kan leveren. Door zorginstellingen te helpen met hun flexibele skill. Ze hebben een aantal opstaande opdrachten. Nou, daar hebben we ook bij de ZZP'ers. En allemaal voor die ZZP'ers, die kunnen dan opdrachten invullen voor de openstaande diensten die bij zorginstellingen openstaan. Nou, de zorg is voor iedereen. Je wil graag dat iedereen de juiste zorg krijgt. En binnen PIT staat kwaliteit hoog. En daarnaast vind ik het ook belangrijk dat zij als PIT een match kunnen vinden tussen de zorgprofessional en de opdrachtgevers om zo dus goede zorg kunnen te verlenen. Ja, de sfeer is gewoon heel leuk. Een beetje onbedwongen, grappig. Doordat we een klein hecht team zijn, delen we toch wel best wel veel met elkaar. Leuk team, gezellig team. Waar ik afgelopen 4 maanden al heel veel van heb kunnen leren. Ja. De sfeer is goed, kunnen we elkaar allemaal lachen. Ik vind zelf het voordeel ook dat we een klein hechtteam zijn, dus we kennen elkaar allemaal en we maken het ook gewoon gezellig. De sfeer is heel gezellig, heel leuk. We zijn een klein team, goed op elkaar ingespeeld en de expertise van ieder wordt hierin benut.